Het ging sneller dan iemand ooit had gedacht. Alle volwassenen in het dorpje Honskop waren binnen 1 maand uitgestorven door de mysterieuze ziekte van Alanda. Kinderen bleven achter en moesten voor zichzelf zorgen. Sindsdien is de plek waar Lotte woont een soort spookstad geworden. Het ondernemerskoppel, meneer en mevrouw Wiksen, ontdekten het dorp per toeval tijdens een zaakreis. Ze kwamen uit een land waar niemand werd getroffen door de ziekte. We hebben echt een prachtige fabriek van jullie. Ja. Zullen we veel eten van jullie? Ja, en ook een prachtige fabriek. Ja, en drinken. En jullie kunnen daar slapen. En dus komen jullie met ons mee? Ze leken de redding te zijn voor alle kinderen en besloten ze te verzorgen in een oude fabriek. Om ze daar vervolgens compleet uit te buiten. Kinderen moesten niet alleen werken in de fabriek, maar de omstandigheden waren ook nog eens heel erg slecht. Amper ventilaties, geen pauzes en in ruil daarvoor kregen ze maar een beetje te eten. Maar ze hadden geen keus. Hé jongen, niet slapen hè, opletten, doorwerken. Niet kijken, werken. Doorwerken! Het gaat sneller hè jongens. Ik mis echt mijn ouders. Ja, ik ook. Als ik nog wakker was, ik niet dus. Stom van nee. Blik geweest. We zijn er maar niet. Ik ben blij dat ik jullie nog heb. Ja. Zwaar werk. Het enige leuke hier zijn jullie nog. Zit er weg jij, nu! Hard, heel hard. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn hier in het Groene Hart. Of nou, dat was het. Het is nu een spookstad. Ja, het is echt heel bijzonder dat we hier mogen zijn. Want wij zijn een van de eerste die zijn toegelaten in dit afgesloten gebied. Nog 1 jaar geleden is iedereen hier gestorven. Dat is door een vreselijke, besmettelijke virus. En binnen een maand, iedereen was dood. Wat voor winkel was dit eigenlijk? Volgens mij was dit een sokkenwinkel. Gebeurt daar in die oude fabriek nog wat? Nou, dat zou ik jullie vertellen. Er zijn namelijk verhalen dat er geesten rondzwerven. En 's nachts worden er ook soms nog wel stemmen gehoord. Wow, daar ga ik een foto van. Vanmiddag gebeurde er iets vreselijks in de fabriek. Brand! Ja, voor je leven! En mijn jasper daar? De toeristen en de reisleider rennen naar naartoe omdat er verder geen hulpdiensten in de buurt zijn. Voor Emma en Jasper was het te laat. Lotte, Daan en de andere fabriekskinderen werden opgevangen in een opvanghuis buiten het spookstadje, waar ze gelukkig niet hoeven te werken. Emma en Jasper zijn dus achtergebleven en ik kon me niet meer redden. En dat vind ik wel heel erg. Ja, en toen rennen we naar buiten en voor een aantal mensen was het te laat. Hier ontdekken ze dat Lotte een groot talent heeft voor zingen. Ze maakt liedjes over Emma en Jasper en wordt daarmee wereldberoemd.
En meneer en mevrouw Wiksen, die heeft niemand ooit meer gezien.